Zou dit een samenwerking zijn? Vandaag ga ik het hebben over Minecraft en Fortnite samenwerking. Over de televisie, de foutmelding die we zien in Fortnite nu bij Risky Reels op dit moment. En nog veel meer. Dus blijf zeker kijken. Druk vast op die duim omhoog. En gisteren heb ik gezegd dat ik mensen voortaan ook in beeld wil brengen die me volgen op Instagram. En dit is degene van vandaag. Sam Bos. Tof dat je me volgt op Instagram. Laten we beginnen met het allereerste hier in de video. En dat is natuurlijk de tv. Misschien zag het al voorbij komen, maar dit is niet een tv. Dit is natuurlijk een bioscoopscherm en een beamer die schijnt er op dat schermpje. En dit is dus Risky Reels, maar dit ding zagen we al vaker. Voorheen zagen we het op televisies in oudere seizoenen. En dat was dan een soort van foutmelding, maar dan zou er ook een waarschuwing daarna komen volgens mij. En nu zien we dus dit op het scherm in het nieuwe seizoen. Maar wat gaat er hierna gebeuren? Gaat er een film komen? Of is dit dus gewoon een beetje iets om ons een beetje te entertainen toch wel? Want er gebeurt helemaal niks in Fortnite. Echt letterlijk helemaal niks. Dus misschien is dit gewoon hier in Fortnite om ons te laten denken van, oh, er gaat nu iets spannends gebeuren, maar er gebeurt er helemaal niks spannends. Dan wordt er alleen maar een filmpje daarop uitgezonden of zo. Zou dat misschien zo kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik hoop dat er iets heel spannends gaat gebeuren met dat dingetje. Je kan tegenwoordig ook nog maar 6 granaatjes per slot meenemen. Volgens mij was het voorheen 10 en nu is het dus naar 6 teruggezet. Vind je het jammer? Ik vind het iets goeds, want voorheen gooiden mensen echt gewoon zoveel granaten in één keer. Ze spamden die granaten op je en dan ben je gewoon bijna altijd wel dood. Je kan vrij weinig tegen 10 of misschien 2 slots vol 20 granaten. En hier een nieuw laadschermpje die je gisteren, sinds gisteren kon vrijspelen. De week 5. Het week 5 laadschermpje. Hide and Seek heet die. De goede rikken die zijn hier aan het verstoppen en zeggen shh, want de slechte rikken die zijn op zoek naar hun. En ik weet niet waarom, maar dit is de storyline die er speelt. De goede rikken tegen de slechte rikken. Maar dat was al bekend toen de Battle Pass er was. Konden we dat allemaal al gewoon zien. Ik heb hier nog een leuk filmpje over de patch notes, want de patch notes zitten natuurlijk niet meer in de game. Maar je kan ze wel voor 1 miljoen V-Bucks kopen. Ja, dat is natuurlijk een grapje dat je die patch notes kan kopen. Patch notes waren natuurlijk super fijn. Elke week kregen we zo'n webpagina te zien met alles op een lijstje van wat er allemaal nieuw was. En dan konden wij heel makkelijk video's maken over die patch notes, wat er allemaal nieuw was. Maar nu zijn er geen patch notes meer. Er zijn zo weinig updates. Het is zo saai qua Fortnite updates op dit moment. En ik denk dat Fortnite werknemers eigenlijk gewoon een beetje vakantie aan het houden zijn op dit moment. Gewoon een beetje aan het chillen zijn en denken van, ja, we hebben best wel hard gewerkt naar dit seizoen. Laten we deze weken gewoon even rustig aan doen. En ik denk dat het einde van dit seizoen, van seizoen 1 dus eigenlijk, best wel spectaculair zou kunnen worden nog. Dit seizoen duurt volgens mij tot 12 december. Dus dat is nog iets minder dan een maandje. We gaan het allemaal zien. Fortnite China werkt iets anders. Fortnite China heeft andere mensen die erachter werken. Ze testen vaker ook meer dingetjes. Ze mogen meer dingetjes. Want er is een kleinere groep mensen die Fortnite China speelt dan de Fortnite Worldwide versie. Hier is een dingetje wat je bij Fortnite China kan vrijspelen. En wat eigenlijk best wel oneerlijk is. Je kan vissen en verstoppen. En dan krijg je 200 V-Bucks. Bij ons krijg je alleen maar XP hoor. Maar in Fortnite China krijg je gewoon 200 V-Bucks. Waarom hebben wij niet zulke toffe dingetjes eigenlijk? Nou, zometeen vertel ik meer over Fortnite China. En over Minecraft en Fortnite samenwerking. Maar eerst heb ik iets anders wat best wel tof is. Want Fortnite was in 2014, 2015 ook aan het werken aan een Fortnite PvP game. En nu zijn er op de een of andere manier gewoon ineens beelden naar buiten gebracht. En ik heb hier alvast het laadschermpje in beeld staan. Je ziet daar Team Dino en Team Unicorn. En dit was dan voor bijvoorbeeld een soort van, waarschijnlijk een soort van Capture the Flag minigame. Of een, ja, je moet dan geen flag capturen, maar je moest dan het andere diertje van de tegenstanders moest je dan waarschijnlijk pakken. Je ziet daar dus op het laatste game, zie je die 2 teams. Je ziet er ook de map. En op de map zie je boven een teamplekje en onder een teamplekje waarschijnlijk, waar je spawnt. En dan moest je van elkaar dus het diertje stelen. Gok ik zo een beetje. Ik heb hier ook het filmpje daarvan. Een filmpje, daar zie je beelden. Your cornerstone is under attack. Enemy van killed. Capture the flag. Hier zie je dus eigenlijk het diertje van team 1. En volgens mij is dat de spawnplek van team 1. Het ziet er niet uit. En ik weet ook niet hoe die ineens aan deze clip komt. En je hoort ook alle geluiden die zouden worden gespeeld. Dit is de stem van Save the World ook.
En dan ga je naar de andere kant. En daar zie je zo meteen... Oh, dit is het midden nog volgens mij. Dit is mid. Hier werd ook flink gevochten, denk ik. En dan gaan we nu door naar het andere team. Zouden mensen dit ook hebben gespeeld? Geen idee. En dit moet waarschijnlijk het andere team nemen. De unicorn. Oh, die geluiden ook. Ja. Dit zijn hele gekke geluiden. Hele gekke geluiden. Zouden jullie die game hebben gespeeld? Laat het zeker even weten. Ik ben heel erg benieuwd of jullie die game ooit zouden spelen. En dan heb ik hier een tof conceptje. Gewoon even tussendoor een skin concept voor kerst. Ik zou die Renegade Reindeer zou ik zeker kopen. Ik vind die naam ook heel erg tof verzonnen. Ja, die vind ik wel tof. De mannelijke versie vind ik iets minder. Hier hebben we een plaatje van Minecraft en Fortnite samen. Fortnite en Minecraft. Zou... dit een samenwerking zijn. Dit was rond Halloween. Toen was dit naar buiten gebracht. Een soort van teaser. Moet dit iets betekenen? Moet dit een teaser zijn? Dus echt van wat er gaat komen. Dat er echt een samenwerking gaat komen van Minecraft en Fortnite samen. Het zou natuurlijk kunnen. Dan zou je bijvoorbeeld ook zo'n pickaxe van Steve in Fortnite vrij kunnen spelen. Het zou allemaal kunnen. Op de achtergrond zie je ook zo'n samenwerking. Hoe die eruit zou kunnen zien. Maar dan zie je eigenlijk nou Fortnite in Minecraft. En niet Minecraft in Fortnite. Dus je ziet het een beetje andersom. Ik heb voorheen ook zo'n filmpje gemaakt. Kijk maar eventjes. Dit heb ik gemaakt in 2018. 5 mei 2018. Ik wilde Fortnite en Minecraft combineren. Ja, dit was volgens mij in seizoen 3 of zo. Of 4. Nee, ik denk seizoen 3 eigenlijk. Ik weet het niet meer. Maar goed, dit heb ik toegemaakt. Op allemaal verschillende locaties was dit mannetje allemaal aan het dansen. Leuk. En die geluiden heb ik trouwens ook ingesproken, die stem. Ik wilde allemaal shorts gaan maken. Maar ja, niet zoveel mensen wilden shorts zien. Dus ben ik ermee gestopt. Ik heb er maar eentje gemaakt. Dit is de enige. Hij hoorde iets neerstorten, deze man. Heb ik allemaal in mijn eentje gemaakt, hè, dit. Wortel. Bam! Hij ziet zichzelf in Minecraft. Dat is toch vet, jongens. Super derpy dit ook gewoon. Ja, ze doen elkaar een beetje na. Het spiegelbeeld, ze zijn precies hetzelfde. Het was best wel veel werk om zo'n filmpje te maken. En nu? Gaat er iets gebeuren? Hij gaat dansen. En dat kan de Minecraft skin niet nadoen. Dat kan hij niet nadoen. Die geluiden ook gewoon die ik insprak. Er gaat nog iets gebeuren, jongens. Let maar op. Een einde komt er nog aan. Ik weet niet zo goed waarom dit zo eindigde, maar... dat was het einde. Nou, hoe leuk was dat, jongens? Wat voor een leuk short filmpje was dat? Hij was iets te langdradig misschien. Het begin was wel ook een beetje langdradig trouwens. Maar het idee was leuk. De uitwerking weet ik niet zo goed. Hier zien we nog in ieder geval de map. Hoe dat hieruit zou kunnen zien met herfst. Maar ja, het is straks winter. En dan is dit alweer voorbij. Ik denk niet dat dit nog gaat gebeuren dus. Zou wel heel erg tof zijn als de Fortnite map kleur zou gaan veranderen. Hier zie je de winterversie en ik denk dat dit wel weer eens zou kunnen gebeuren. Vorig jaar hadden we ook met kerst dat de hele map wit werd. En dat was dan maar heel kort. Maar volgens mij was dat zelfs maar 1 of 2 dagen. Maar nu zal dat waarschijnlijk weer zo zijn. Rond kerst verwacht ik. Hier heb ik een leuk filmpje en dit is iemand die een vriendschap heeft verpest. Die twee mensen dachten, wow, twee solo mensen die even een high five geven. Maar deze man, die schoot even eentje in zijn kop en die dacht... en een ander die dacht dat die dus werd verraden door diegene die een high five gaf. Snap je het een beetje? Ik denk na mijn uitleg dat je het niet echt meer snapt. Dit vond ik een heel tof plaatje, gewoon een leger plaatje. Heel mooi gemaakt. Een soort van Call of Duty in Fortnite is dit gewoon letterlijk heel mooi gemaakt, vind ik dit. Heb ik hier nog een leuk filmpje. Of leuk is anders. Op Xbox hebben ze nogal veel problemen. Met Fortnite. Het inladen bijvoorbeeld daarvan. Deze man. Die wist dat daar een kist zou komen. Die had hij daar zou spannen.
Man. Hier nog een keertje. Hij loopt gewoon recht door een muur heen. En je ziet de wapens niet, je ziet de muur, je ziet eigenlijk helemaal niks verder. Nou, tadaa! En dan wacht tot hij inlaat. Laden. Duurt een beetje lang. Het laden duurt wel erg lang. Ha, daar is hij. Ingeladen. Ja, dat is best wel naar. Volgens mij vooral Xbox er last van. PlayStation misschien ook. Ik weet het niet. Hebben jullie hier nog steeds last van? Laat het zeker weten in de reacties. Zou ik het ook nog even tof vinden als jullie nog even een dikke vette like achterlaten. Mijn support en creator code gebruiken. Volg me ook op Instagram. Want de volgende video zal ik weer een shout-out geven aan iemand. Laat zo'n like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.